Fatty, yeah. Hij heeft dit geschreven, sowieso. Yeah. Voor een programma, je zal hem maar hebben. BNN. Ik was vroeger een ontzettend leuke jongen om te zien. Ik kon alles en bam, totdat dit me overkwam. Wat ik nu ga typen voel niet fijn. VU en AMC, zij gebruikten mij als proefkonijn. Dit is waar gebeurd en had niet moeten gebeuren. Niet gehandicapt geboren, knoot dit goed in jullie oren. Elke fucking dag strijden, luister dit. Jongens en meiden, ik werd plotseling ziek. En toen lag ik in een coma en kreeg 3 ruggenprikken. Dit hadden ze toen echt niet bij mij moeten flikken. Zenuwen beschadigd, oh zo slordig. Mijn lichaam zwaar naar de kloten. Ik kan nu niet meer lopen en ook al niet meer praten. Daarom zit ik in een rolstoel en praat ik via apparaten. Toen ik 11 was, heb ik 7 maanden in het ziekenhuis gelegen. Dat is al lang geleden, ik kon niet meer bewegen. Ik was verlamd, helemaal verstijfd, verkrampt. Ze wilden me op dieet, ze zeiden me: we willen dat je niet meer eet. Enkel via zonder voeding, echt niet mijn ding. Ze waren bang dat ik me zou verslikken. Wat ik kreeg waren 16 soorten pillen. Steeds weer voor de buis waar ik dacht: hoe kom ik er weg? Ik wil naar huis en ben voor niks bang. Het duurde wel erg lang, ik was het helemaal zat. Ze zeiden dat ik nog maar 3 maanden te leven had. En nu volg ik mijn eigen pad. Wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat ik nog leef maakt mij gelukkig. Want ik heb het overleefd gelukkig. Dat ik nog leef maakt mij gelukkig. Wat vond je ervan, man? Hij had er meer van verwacht. Ik ook, hoor. Wat vond je ervan? Helemaal lijp. Helemaal lijp. Helemaal lijp. Tof, man.